Kijk, hij liet de ijsjes. Hij vindt het heerlijk. En mijn kijkers, ik ben weer terug met een nieuwe video. En vandaag gaan we een vakantievlog doen. Yes, we gaan op vakantie. Deze vlog maken we samen, dus dit wordt op twee accounts opgezet. En, misschien gebeurt het ook wel vaker. Het zal ook wel vaker gebeuren, ja. Maar we gaan zo meteen op de fiets naar Zeewolde. Zo speciaal. Zeewolde, ja, wacht. Zeewolde ligt in Flevoland aan. En dan gaan we daar paal kamperen, zoals ik al een keer had gezegd in mijn video. Met die tent gaan we daar staan. Maar als het vol is, dan gaan we naar een camping. Maar als het dus vol is, als het dus meer dan drie mensen staan, dan mogen wij er niet op staan. En dan gaan we gewoon naar een camping toe, heel dichtbij. Dus ja, we moeten zo'n 50 kilometer fietsen. Hoe lang gaan we fietsen? Hoe lang denk je ongeveer? Hoe lang fietsen we naar Ommen? Naar Ommen deden we dat binnen 2 uur. Nee, 4 uur. Nee, binnen 2 uur. We kunnen niet binnen 2 uur. Ik denk dat we ongeveer 4 uur op fietsen onderweg. En we zullen ook vloggen als we er zijn. En dan komt deze vlog online zodra we weer terug zijn. Ja, zoals Kira al verteld heeft, dan heel veel zo. En ja, we gaan zo naar mijn huis. Mijn moeder die wou even dat we gingen opzouten. Dus we zijn in de speeltuin, zoals je kunt zien. Hallo allemaal, we gaan nu weg van huis. Het is nu een beetje lastiger voor mij om te vloggen. Want ik heb nu geen selfie-cam. Want ik kan het schermpje nu niet draaien, want hij staat op een selfie-stick. Anders is het een beetje lastig om vast te houden. Maar we gaan dus nu onderweg. En we gaan naar Zeewolde toe fietsen, rond de 50 kilometer. Ik weet niet hoe lang we erover gaan doen, maar het is nu... met een fiets. Het is nu... 12:15 en we gaan dus weg. Ik denk dat we er rond 4:15 of zo zijn. Misschien 6:15. Ik heb geen idee. Het komt allemaal wel goed. Dus we gaan nu maar fietsen. Doei! Nou kijkers, we zijn nu aan het chillen. We zijn ergens. Zullen we op midden? Nee, je dromen. Nou, nog ineens op de kwart. We zijn nu aan het chillen, aan het praten. Hoi allemaal, we zijn nog steeds onderweg en we zijn nu bij onze derde stop. Dit is de tweede stop op video, maar dit is onze derde stop. En ik vond het wel een heel mooi plekje, dus ik ga het even filmen waar we nu precies zijn. Het heet het Bemmerbaai strand volgens mij. Ik vind het echt heel mooi. Hoi allemaal, we zijn er bijna. We zijn nu al in Zeewolde en we zitten nu in het bos. We zijn nu aan het kijken of we het een beetje kunnen vinden. Ja, we zijn nu de route aan het volgen die via de telefoon erop staat. En ja, dan komen we waarschijnlijk zo aan. Nou jongens, we zijn er. Ik loop even het laatste stukje. Nou kijkers, we zijn er eindelijk. Over 5 uur ongeveer. Het is 11:30 weg. 5:30. Het is 11:30 weg. Nee, 11:45. 11:45, dan moet je nagaan hoe laat het nu is. Dus nu... alleen maar hierheen fietsen. Oh, het is nu 7:10, maar we hebben net ook alle spullen opgezet en zo. Ja, maar het duurt ook ietsje langer, want we hadden soms ook best wel vertraging. Bijvoorbeeld even stoppen en zo. Ik was gevallen, ja. Stuur in mijn buik. Volgens mij heb ik hier een blauw tik hier. Ik denk niet of je zo dik bent. Ja, dat ben ik dus niet. Echt. Nou, het is avond. Zijn fikje aanstoken. Heb je daar? Nu? Even kijken. 9:05. Oké. Okay. 10:45 ongeveer. Oké. Okay. We waren met onze spaten kwijt. Het heeft mijn vader een eigen spaten gevonden. Dus die wil ik even laten zien, want die is best wel cool. En nu doet het grote vlam. Gewoon met een bel. Oké.
keer op telkens op. Kijk. Hallo, hier moet je hem dan vasthouden. Sorry. Ja, je krijgt hem zo terug. En dit, ik weet niet of je het kan zien, maar dit is een stuk dunner zo. Het is nu woensdag, hoeveelste is het? 3 augustus? Ja, 3 augustus, want maandag was het 1 augustus. Ja, 3 augustus. Het is 5 voor 9 en we gaan nu hout halen voor het kampvuur van zometeen. Dus. Nou, kijkers. De dagen zijn voorbij van deze vakantie, maar dat was ook nog niet voorbij, want we gaan ook nog naar een camping. Maar we hebben weinig geheugen, dus dat gaan we ook nog even proberen te filmen. Ja. Nou. We hadden dus het eerste huisje en nu zijn we bezig met de tenten zo inpakken om door te gaan naar camping. En er zijn al meer mensen die weg. Onze beste maat is dat je met die hele grote rugtas op weg. Dus hebben we de hele week mee ingegaan. En er is iemand Vicky die gemaakt. Engels spreekt. Ja, dan ja en die vrouw daar. Dus we komen allebei uit Australië. Je kunt niet goed zien volgens mij. Ik wil niet opscheppen hoor, maar ze zeggen dat... Ze zeggen dat we nooit meer abonnee worden als we weer in Australië zijn. Dan heb ik dus ook die van een mij. Australische abonnee. Wow. Nou, we zijn er dus. We zijn op de camping. Misschien een uurtje, ja. We hebben net gedoucht, dus zijn we tent opgezet. We hebben bij de overburen een kopje thee gedronken. Heel gastvrij, bedankt. Like. Like. En dan gaan we nu... We gaan nu naar de receptie, even lekker snackje halen, gaan we tap eten. In ieder geval, we zijn dus op de camping en hebben gedoucht, hebben ze opgemist, alles is helemaal goed. Alleen, het heeft net wel een beetje geregend, dus we moeten zo meteen nog een extra zelf bij de Action halen. En ja, dan zijn we ook weer klaar. Oh, sorry. Zijn we ook weer klaar. En en dan zien we zo meteen nog wel wat we wel en niet gaan vloggen. We zullen niet veel meer vloggen, want we hebben nog maar heel weinig. Maar dan zie ik jullie later. Hallo allemaal. De brandweer is gekomen op de camping. Je kunt hier spuiten met slangen. Het is echt... Oh, is heel apart. Kijk. Kun je zo spuiten. En je kunt allemaal zien wat er allemaal bijvoorbeeld in de brandweerauto zit. Zo, kijk, hier heb je al die slangen zo zitten. Maakt wel heel veel geluid. Hier heb je al die slangen zitten. Zo. Het is echt heel leuk. We wisten niet dat ze zouden komen, maar... Want we waren even naar de winkel en een strandje toe hield ik bij. En net kwamen we er dus achter dat de brandweer was gekomen. En Luca gaat zo meteen spuiten. Zullen jullie dat wel even zien? Tot zo. Nee, maar dit lijkt nergens op. Wat? Die man echt zo van... Heb jij het op de film? Je betaalt toch ja, stoppen! En zo, stoppen! Ik ga mijn water in de tent! Je betaalt toch... Hey. Zo zei hij dat! Ja, maar denk eens even tegen. Zo! Die man was vet kwaad, man! Ze waren net in de buurt en toen moesten ze stoppen! Hij vindt het heerlijk! Hij Rick, ja. Hoe smaakt het? Louise, Juri. Waar smaakt het naar? Dit smaakt naar Louise en Anna. Deze smaakt...
Dames en heren, volgens mij zit de stemming niet goed in vanavond. Maar dat kan nog beter, dames en heren. We gaan het heel erg gezellig maken. Kom maar! Allemaal, ik weet niet of je me goed kunt horen, maar anders zet ik hier even ondertiteling onder. We zijn nu weer onderweg naar huis. Straks als ik thuis ben, dan edit ik de video en dan komt hij erop. We hoeven nu ongeveer, denk ik, zo'n 29 kilometer. Ja, want net waren we bij bordje in 30 en dat is alweer denk ik wel weer 2 kilometer geleden. Dus we hoeven nog maar een paar kilometer. En dan gaan we weer. Het was in ieder geval een superleuke week. En als ik thuis ben, dan zal ik nog even een bedankt video maken voor de messen. Waarbij ik was en alles. Wat? Je hoort toch jezelf te laten zien? Dus ja, maar dat kan nu niet, want we hebben nog maar 70 seconden. Oh, ja. Dus we zien jullie zo als we weer thuis zijn. En dan edit ik de video. Dus tot dan. Doei! Hoi kijkers. Ik was net de video aan het editen, maar ik kwam erachter dat ik iets vergeten was. Vergeten nog een bedankt video te maken en die ga ik nu even maken. Hierin ga ik mensen bedanken die ik in de vakantie ben tegengekomen. Waarmee het heel erg leuk was. En die wil ik heel graag bedanken. Nou, ten eerste wil ik Louise heel even bedanken. Je was echt heel aardig en het was heel grappig dat mijn stiefvader ervoor heeft gezorgd dat we met elkaar gingen praten. Ik vond het super leuk en ik vind het heel jammer dat ik weg ben. Ik wou Joeri nog even bedanken. Joeri, het was super leuk. Het feest was ook zeker geweldig met jou. En dan wil ik Rick ook nog even bedanken. Rick, bedankt dat je er ook was. Wel even sterkte en beterschap met je knie, schouder, pols en lip hier zo. Dat je gevallen was, dat was natuurlijk heel spijtig. Ik was er niet bij, mijn ouders hebben het wel zien gebeuren. Maar ja, veel beterschap ermee en hopelijk herstelt het snel. Nog even Willem Jaap bedanken. Willem Jaap, het broertje van Louise. Het was super leuk en jij bent de eerste waar ik echt mee om ben gegaan. En ook met dat... met die bingo stift, je weet al waar ik het over heb, was echt heel erg geweldig. Erik de klusjesman, heel erg bedankt dat we in je golfkarretje mochten rijden eventjes. Dat was heel erg leuk. En ik wou ook nog even Daniel bedanken. Daniel, leuk dat je er was en super top. Het was heel gezellig in het bos. En dan wou ik ook nog even de twee mensen uit Australië bedanken, want het was super tof. Thank you Australia. Ik ben niets vergeten. Oh ja, ik wou nog twee mensen bedanken. De tweelingen nog even bedanken. Kenneth en Bilen nog even bedanken. Ik kende jullie ook maar na 2 dagen of zo. Maar uit eten met jullie was super gezellig. Lekkere pizza's. Het was in ieder geval super gezellig met jullie. En met Kenneth, met jou heb ik veel dat schietsbalspelletje gedaan. Ik weet niet hoe dat heet. Ja, in ieder geval, was super geweldig. En Bilen, we hebben je geholpen met de tent. Ik hoop dat je lekker hebt geslapen. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie volgende week weer. Hey, doei, hè!